JA21 wil nog iets verder gaan. Bijvoorbeeld uitkeringsverdragen. We hebben uitkeringsverdragen met Marokko en Tunesië. Dat betekent dat je uitkeringen exporteert naar die landen waar mensen zitten. Dat je zegt, nou, dat gaan we niet meer doen. Die stoppen wij eenzijdig. Als je zulke druk op de ketel zet, of je hebt het over ontwikkelingshulp wat je afremt, landingsrechten voor vliegtuigen die hier naartoe komen vanuit Marokko. Als je dat zou doen, daadwerkelijk zou doen, ja, dan denk ik dat dan landen als Tunesië en Marokko wel bereid zijn om te zeggen, wij kiezen eigen voor ons geld en we nemen onze mensen terug. Dit is eigenlijk de ondergang van ons huidige asielbeleid. Want het is natuurlijk, mensen zijn niet tegen het opvangen van de echte vluchteling die hier, wat ons betreft, tijdelijk een asielplek kan krijgen. Maar die zien wel dat nu hun veiligheid eigenlijk wordt ondermijnd. Tegelijkertijd zien ze dat het niet eerlijk is, want deze mensen horen hier geen vergunning te krijgen. Krijgen ze ook niet, weet iedereen. Maar ze blijven wel de asielketen verstoppen. En die plannen die we net hoorden van Joost Eertmans, zijn die eigenlijk nieuw? Ja, deels wel, deels niet. Hij wil bijvoorbeeld dat de vreemdelingendetentie wordt verlengd. Hè, dat je langer dan anderhalf jaar allerlei onwillige types kunt opsluiten. Dat zou nieuw zijn, zou dat worden ingevoerd. Maar bijvoorbeeld het opzeggen van uitkeringsverdragen of het opschorten van landingsrechten, het beperken van ontwikkelingshulp, dat zijn allemaal hele stevige plannen. Die staan gek genoeg gewoon in het regeerakkoord van het huidige demissionaire kabinet. Dus die opties die liggen er eigenlijk al jaren, maar daar hebben ze nog niks mee gedaan.